Gisteravond voltrok zich een klein wonder op NPO 3. Naar de comedy De Luizenmoeder keken 750.000 mensen. Dat is reusachtig veel voor NPO 3. En dan zeg ik er nog bij dat De Luizenmoeder recht tegenover de andere publieke blockbusters door het Hart van China en de curlingquiz stond geprogrammeerd. De Luizenmoeder, even de recensenten. Oud-criticus Hans Berenkamp twittert, vreselijk grappige serie. En Angela de Jong van het AD schrijft, verreweg het grappigste dat in jaren op tv is geweest. En ze vervolgt, het was heerlijk om weer eens onbedadelijk te schateren om grappen over huidskleur en spleetogen, waarbij de heren van VI tot onschuldige koorknaapjes verbleken. Er is een rugzakje. Een nieuwe nog wel? Nee, ik bedoel, heeft ze een KGB. Ik heb namelijk 3 kinderen met ADHD in de klas. 2 kinderen met ADD. Een kindje met PDD-NOS. Eentje met dyslexie. En zelf heb ik dyscalculie. Even kopjes naar elkaar gooien. En u bent een van de 2 adoptievaders. Klopt. Want Rianne heeft geen moeder, maar 2 vaders. Ja. Geeft toch niks? Konnichiwa. Als je nieuw bent, dan moet je toch echt van onderaf beginnen. Luizenmoeder. Ouderraad. Welkom, Winterklaas. Dit vind ik heel gek. En niemand zwaait meer, anders zwaaien ze wat. Nee, je moet je niet doorgaan zwaaien. Niet meer zwaaien nu. Vind je het goed dat we gaan beginnen? Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ja, de makers zitten aan tafel. Ilse Wanninga en Diederik Ebbingen, gefeliciteerd. Dankjewel. De reacties waren zoet en glanzend. Nou, wie had dat gedacht? Je kon het alleen maar hopen, maar het overtrof onze stoutste verwachting. Wat was de ambitie met deze serie? Want geprezen wordt, ik citeerde Angela de Jong in dit geval uit AD, het schurende, politiek incorrecte zou je bijna kunnen zeggen in deze tijd, waarin er steeds minder wordt gedurfd. Beetje humor in bange dagen is dit. Vaak de fluwelen handschoen en die is echt weg. Ja. Was dat ook precies de idee? Ja. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ja, het is gewoon vooral, we hebben gewoon precies gedaan wat we grappig vinden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Als je voelt dat iets echt grappig is en dan moet je het ook zonder terughoudendheid doen.